De Nijmeegse Spiegelwaal was dit weekend weer het decor van de actie Swim to Fight Cancer. Zo'n 3000 deelnemers zwommen afstanden van 500, 1500 of 3000 meter om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het resultaat mag er zijn. Ruim €160.000 werd deze dag opgehaald in Nijmegen en landelijk is de teller zelfs al de 3 miljoen gepasseerd. Ook Tanja doet dit jaar weer mee. Ruim 20 jaar geleden kwam zij erachter een zeldzame erfelijke vorm van maagkanker te hebben. Om haar leven te redden werd bij Tanja haar maag verwijderd. Dit jaar staat maagkanker dan ook centraal. Ja, dat gaat om maagkanker. Nou, maagkanker is sowieso al zeldzaam. In het algemeen, ik denk dat 2000 mensen per jaar maagkanker ontwikkelen in Nederland. Maar bij een klein deel daarvan is dat erfelijk. Bij die groep ontwikkelt zich ook op hele jonge leeftijd. En ja, je kunt er ook echt niks aan doen. Het zit gewoon een schijffoutje in je DNA waardoor je dat ontwikkelt. En dat is heel zeldzaam. En we weten daar nog eigenlijk maar heel weinig van. We weten niet precies de stapjes van dat foutje in het gen naar het uiteindelijke kanker. We beginnen langzaam die stapjes te ontwikkelen. En daardoor is het ook nog niet mogelijk een manier te vinden om het echt te voorkomen. Dat is wat je het liefste wil. Dus we zijn nu langzaam bezig die stapjes te ontrafelen en daar is gewoon heel veel onderzoek voor nodig en dus ook heel veel geld. En dat het onderzoek zo belangrijk is, daar kunnen veel deelnemers zich in vinden. Dit jaar heeft het evenement een record aantal deelnemers in Nijmegen. Het is absoluut een groeiende beweging, 310 deelnemers. Het eerste jaar hadden we ruim 200 deelnemers. Er zijn 2 jaren dat er door omstandigheden wat minder deelnemers waren. Maar die 300 deelnemers is absoluut een heel mooi aantal dat we die dit jaar overstegen hebben. En ook burgemeester Bruls was hierbij aanwezig om het evenement te openen. 6 keer zoiets organiseren met alle moeilijkheden die er ook bij horen is echt heel erg knap. En dat toont ook aan dat heel veel mensen het belangrijk vinden om hier vrijwillig zich achter te scharen en geld te doneren of te sponsoren om dat onderzoek nog meer mogelijkheden te geven. En dat zoveel deelnemers, sponsoren en supporters dit zo'n bijzonder evenement vinden, dat maakt het volgens Tanja ook zo uniek. Dat het veel mensen zijn die meedoen, die ook echt dat doen omdat ze iemand kennen, vaak die al helaas aan kanker is overleden of behandeld wordt voor kanker. Dus het zijn echt mensen die zich inzetten met een hoger doel dan het zwemmen en geld vergaren bij elkaar. Ze zetten ze ook echt in, hè. Ze gaan echt lichamelijk iets doen. Dus het is inzet op heel veel manieren. En zelfs de supporters die er zijn, die tonen natuurlijk in feite ook inzet. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, toen ik net zwom, ik heb echt niks gehoord. Af en toe als mijn oor boven water kwam, herkende ik de stem van Jochem, maar kon niet eens horen wat hij zei. Dus dat is heel relatief, die support. Maar wel leuk dat al die mensen er zijn.